spannend, want elke dag heb je weer wat anders te doen. Voornamelijk wel heel leuk, je leert zoveel mogelijk. En in de metaal is altijd genoeg te doen. De 19-jarige Jesper van der Wal werkt in een jaar tijd bij drie metaalbedrijven. Hij is een van de studenten die het meidocht om metaal om tafel. Werd jonge Rijn in twee jaar tijd opleiden worden ta technische vaklui. Ik heb een andere opleiding hiervoor gedaan. Was te breed voor mij. Toen ben ik gaan zoeken online. Ik kwam bij Randstad terecht met een advertentie en toen ben ik hier terecht gekomen. Voor Jesper is het een plak waar hij graag aan het werk is en voor Solid Steel Structures in Sumar een versterking die tegen welkom is. We zijn op dit moment zoeken we een heleboel personeel, een heleboel openstaande vacatures, waarbij ook voornamelijk de mensen in de fabriek heel lastig te vinden te zijn. Lodewijks en zijn collega's zetten haar dan echt bot in om kwalificeerde mensen te vinden. We zorgen dat we als bedrijven zijn aangesloten bij de technikkring hier in Tietjerkstradel, waardoor we meehelpen op de scholen, techniek tastbaar, technisch voor jou, techniekdagen organiseren. Heel betrokken bij de scholen. Maar daarnaast ook een traject begonnen met Veerda, Randstad en nog twee andere bedrijven, Leenstra en Wadro. Om te zorgen dat we ook zijstromers binnen ons bedrijf krijgen. Ek Randstad probeert het via specifieke wijzen mensen onder de techniek te bieden. Ja, dat probeer je vooral tot zien te letten wat er uiteindelijk gebeurt in zo'n opleidingstraject. Dus informeren is echt heel belangrijk van hè, wat betekent het familieën. Wat voor soort werk in ik dan aan. Dus in dit geval bij Metaal om tafel doen we echt gesprekken bij de bedrijven zelf. Wel is het zien. Dus ze krijgen een rondleiding. Dat ze mij eigen hierpen instappen in het traject waar ze mij gaan starten. Jesper is al haast een jaar aan het werk in de metaalsector en had elke dag een soort nocht om mooie dingen te maken. Nou, je ziet uiteindelijk wat je zelf hebt gemaakt en als het goed is gedaan, dan zie je het ook weer terug overal langskomen. Ik ben vooral aan het boren, soms een stukje lassen, aftekenen, centreren, alles voornamelijk wel bij de voorbewerking. En de student zocht een carrière in de metaaltechniek absoluut wil zitten. In de metaalbouw, zoals ik nu mee bezig ben bij Solid of bij Leenstra. Hele mooie grote projecten voornamelijk, vind ik heel mooi om te doen.